Mevrouw de voorzitter, Brussel wil ons duizenden extra asielzoekers door de strot duwen. Ze noemen het met dure woorden herverdeling of herplaatsing, maar het betekent gewoon meer asielzoekers, meer gelukszoekers en meer islam in Nederland. En, mevrouw de voorzitter, ook meer terroristen, want ISIS heeft al aangekondigd de terroristen gewoon met de boten mee te sturen. Voorzitter, in Brussel zijn ze knettergek geworden. En hun slaafjes in Den Haag stemmen met wat mitsen en maren gewoon ermee in. En hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Vorig jaar al een Nederlands asielrecord met 24.000 asielzoekers. Maar het is nog niet genoeg. Het kabinet en de heer Rutte willen er nog een paar duizend bovenop. En iedere asielzoeker kost de Nederlandse belastingbetaler zo'n 36.000 euro per jaar. Alleen al vorig jaar kostten alle asielzoekers de Nederlandse belastingbetaler 876 miljoen euro. En dat, mevrouw de voorzitter, dat zijn dus de keuzes van premier Rutte. Wel honderden miljoenen voor asielzoekers, maar de zorg voor ouderen in Nederland afbreken. En over een paar weken ongetwijfeld ook weer meer geld voor Griekenland, maar de Nederlanders mogen met een hogere AOW-leeftijd en met een ingekorte WW geconfronteerd worden. Wel gratis zorg voor asielzoekers, want zij krijgen gratis zorg, mevrouw de voorzitter, en ook voorrang voor een sociale huurwoning, maar Nederlanders die op een woning zitten te wachten mogen nog wat langer van deze premier in de kou laten staan. Mevrouw de voorzitter, premier Rutte noemt zich de premier van alle Nederlanders. Maar hij is de koning van de asielzoekers, de weldoener van Afrika en Griekenland en de sloper van de zorg in Nederland. Nederland wordt geregeerd door een elite die haar prioriteiten niet meer op een rijtje heeft. Het kabinet is totaal losgezongen van de werkelijkheid. Niemand in Nederland, op wat verdwaalde D66'ers na, wil dit plan van de Europese Commissie. Voorzitter, wat moet gebeuren is geen enkele asielzoeker in Nederland toelaten. Geen enkele. Genoeg is genoeg. We hebben al meer dan genoeg asielzoekers in Nederland. Stuur ze allemaal terug. Net als Australië doet, een fatsoenlijk land. Stuur ze terug. Stuur ze veilig terug. Maar stuur ze wel terug. En laat die steenrijke landen uit de Arabische wereld, zoals Saoedi-Arabië en de Golfstaten, die nu helemaal niets doen, laat die landen hun opvangen of voor een opvang in Noord-Afrika betalen. Voorzitter, het wordt eindelijk eens tijd dat we ophouden met het weggeven van ons land. We moeten ermee ophouden met die open grenzenpolitiek en de halve wereld Nederland binnenlaten. We moeten ermee ophouden dat we ons geld blijven weggeven. Miljarden voor ons geld. Ieder jaar opnieuw, via ontwikkelingshulp naar Afrika, naar asielzoekers met onzinnige plannen als deze, naar de wereldvreemde elite uit Brussel. En ik vraag aan de minister-president, hou daarmee op. Besteed dat geld hier in Nederland. Besteed dat geld voor onze eigen mensen. Dat zijn de mensen die wij hier vertegenwoordigen. Dat zijn de mensen die ons gekozen hebben. Dat zijn de mensen voor wie wij hier staan. Zij verdienen onze prioriteit, niet de mensen uit Afrika. Voorzitter, genoeg is genoeg. De prullenbak in met dat plan van de Europese Commissie. Geen asielzoeker er meer bij. En daarom sluit ik af met de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het herplaatsings- en hervestigingsplan van de Europese Commissie af te wijzen en er zorg voor te dragen dat geen enkele asielzoeker meer tot Nederland wordt toegelaten en gaat over tot de orde van de dag. Wordt deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maak ze daarmee deel van de beraadslagingen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Bontes.